als het voorstel zou. Met 32 stemmen voor en 20 stemmen tegen werd vrijdag 22 februari het Nunense Burgerinitiatief aangenomen door Provinciale Staten. En daarmee werd het herindelingsontwerp van gedeputeerde Annemarie Spierings definitief naar de prullenbak verwezen. Er waren nog een paar stevige debatten nodig waarin de verschillende fractievoorzitters elkaar de nodige verwijten maakten. Coalitiepartij SP veroorzaakte met haar afwijkende stemgedrag een crisissfeer in de coalitie. Meneer Eveling. Voor. Meneer Heijmans. Voor. Direct na de stemming werd er langdurig geschorst om de ontstaande crisissituatie te bezweren. Maar in die discussie waren de initiatiefnemers uit Nuenen niet meer geïnteresseerd. Zij trokken buiten de champagneflessen open en proosten op het succes. De komende dagen komt een langere reportage beschikbaar met een samenvatting van de debatten en reacties.